Lekker met mijn rode oog, super fancy, super fancy. Lekker met mijn rode oog, super mooi. Goedemorgen, zoals jullie zien. Oeh, oh my god. That's not nice. Wat ik wou zeggen is dat mijn oog eerst hier dik was. Nog steeds kinda een beetje. Maar nu is deze lekker rood en fucked up. Dus kei leuk. Awesome. Verder is het vandaag vrijdag. Yay, de dag van het weekend. Ik heb helemaal niks te doen eigenlijk voor school. Nu. Ik kan vooruit werken. I know that. Maar ik heb voor mijn gevoel eigenlijk wel eventjes een dagje rust verdiend. Dus daar ga ik voor kiezen, denk ik. Weet ik eigenlijk nog niet. Ik ben ook wel een beetje zo'n flapt ol die dan dadelijk opeens denkt. Nah, hè? Moet toch een keer gebeurd worden. Maar goed. Anyways, ik ben helemaal happy de peppy vandaag op een of andere manier. Gisteren had ik allemaal kei slecht geslapen. Ging ik super laat naar bed. En stond ik echt mega vroeg op. En nou ja, gisteren ben ik op zich ook wel laat naar bed gegaan. Maar nou is het echt 10:30 of zo. Dus dat is echt kei laat. Dus ik heb wel echt eventjes uitgerust. Maar goed, dat is fijn. Dan ga ik nou even opstaan. Kleren aan. En oh ja, die zit beneden. Mijn schoonmoeder. Want ik ben nog bij Gerald. Dus daar eventjes gezellig mee ontbijten, denk ik. Als ze wel niet ontbeten heeft. Want natuurlijk ben ik een beetje laat vandaag. Maar goed, het komt goed. En dit is de outfit van vandaag. Een echte Gucci. Nee. Een beetje jammer dit. Lekker met mijn rode oog. Super fancy, super fancy. Lekker met mijn rode oog. Super mooi. We zijn weer lekker een ontbijtje aan het maken. Hey, altijd gezellig met jou erbij. Even een theetje erbij. Zo. Yeah. Ik wil eigenlijk echt een keer de tijd nemen om die, hoe heet dat? Die dingen van Femke Louise te kijken. Het schijnt wel een goede documentaire te zijn. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er in dat kopje omgaat. Want het enige wat ik van haar zie is niet echt heel positief eigenlijk. Ruby, wat ben je nou aan het doen? Zit jij onder haar bed? Zit jij onder haar bed? Wat zit je daar te doen dan? Zo, klaar met koken. Eventjes op een, hoe heet dat? Papiertje doen. En dan een beetje af laten koelen. En dan kan ik mijn oog schoonmaken. Schijnt te helpen. Kijk hoe rood hij is. Ik word er helemaal vervelend van. Zo fucked op. Ik wil ook gewoon make-up op. Even een rondje bij het goed. Wie wil er een stukje aan? Zal ik eens aan mama sturen? Nou, we hebben heel de Lidl leven shop. Een lekker hoesje. Hoi. Lekker eten, 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 eten. Yummy. Ja hoor. Nou, wij hebben weer lekker zitten chillen. Mijn oog wordt echt steeds roder en roder. Het ziet er gewoon echt ongezond uit. Terwijl ik moet naar de dokter of zo. Vind ik niet leuk. Maar goed, ik moet deze verschrikkelijke kleding even uit doen. En lekker mijn onesie aantrekken of zo. Lekker chillen billen. En dan gaan we lekker films kijken. En dan lekker slapen. Woehoe. En ik had beneden ook allemaal lekkere dingen vanmiddag gehaald. Beneden gehaald? Nee. Ik had voor vanavond eigenlijk allemaal lekkere dingen en zo gehaald. Dus die ga ik daar meteen... Ik kom niet echt uit mijn woorden vandaag. Wat is dit? Maar goed, dus die ga ik ophalen. Oké. Something wrong with me. Die ga ik dadelijk beneden halen. Lekker wat te vreten voor bij de film. Yeah. Film kijken. Nou,
Dat was echt de stomste film ever. Vooral niet gaan kijken. Ik weet niet meer hoe die heet. Weet jij nog hoe die heet? Nee. Ook niet. Dus. Het was geen leuke film. Maar goed. Shit happens. Wij gaan nou lekker slapen. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen weer.